Waar zijn we? Waar ben je? Ja. Je bent bij Pennings Foundation in Eindhoven. En is dit een museum? Nee, dit is geen museum. Ik kan wel opnoemen wat het allemaal niet is, maar misschien is het beter dat ik uitleg wat het wel is. Het is een presentatieplatform voor fotografie. En wij maken tentoonstellingen, vertrekkend vanuit het verhaal van de maker. We proberen daar publieksgroepen aan te verbinden en vervolgens daar educatieve projecten mee te ontwikkelen. Hele mond vol, maar het is gewoon een hele fijne plek om mooie verhalen te kunnen zien en te horen. En hier staan we te midden van een tijdelijke expositie. Hier is werk te zien op dit moment van Karel de Keizer, Belgische fotograaf, makende fotograaf. Waarom heeft Pennings Karel de Keizer uitgenodigd met zijn serie over Congo? Waarom Karel de Keizer? Juist omdat hij die serie Congo gemaakt heeft. Ik heb zelf 10 jaar geleden het boek gelezen van David van Rijbroek. Congo is natuurlijk, zo zie ik tenminste, toch een equivalent van onze Indonesië. Jaren geleden kwam dat boek uit, vond het heel interessant. Ik wist helemaal niets van Congo, ook niet van het verleden. De tentoonstelling van Karel heb ik toen gemist, maar de boeken zijn er wel. En die heb ik gezien en die hebben behoorlijke indruk op me gemaakt. En ik was eigenlijk ook benieuwd hoe je daar 10 jaar later naar kijkt, naar zo'n serie. Toen heeft hij een bepaalde impact gehad. Congo bestond 50 jaar. Nu zijn we weer 10 jaar verder. Hoe kijken we nu naar die serie die Karel toen gemaakt heeft? En we hebben daar ook nog eens een keer een selectie uit gemaakt, waarin we gekeken hebben naar het feit dat je een mens bent van je tijd en de plek waar je geboren wordt. En dat bepaalt 99,9% van jouw leven. En een tweede project, er zijn dus in totaal 3 dan. Ja. Dus nog 2 andere hiernaast. Eentje gaat over Tante José. Ja. Kun je even in 1 zin zeggen, wie is Tante José? Ja, dat wordt wel een iets langere zin. Tante José is de oud-tante van fotograaf Astrid Huis. Zij komt vaker hier. Ze hoorde mij vertellen over de geplande tentoonstelling over Congo. En zij zei, ik heb een tante, oud-tante, die ooit in Congo als missiezuster is geweest. Nou goed, wij dat uit gaan zoeken, bleek die tante in het klooster hier in de straat. Dus het staat een heel groot klooster, Glorieux. Waar de meeste mensen altijd van vragen, waar is dat gebouw van? Nou, het is dus een voormalig klooster. Die hele congregatie ging vroeger naar Congo. Dus wilt u nog komen kijken in de Pennings Foundation in Eindhoven? Dan kan dat nog tot 16 april. Mocht u nog meer interesse hebben in Pennings Foundation om te weten hoe die is ontstaan. Wido Smeets heeft 3 jaar geleden, heb ik even terug opgezocht, 3 jaar geleden een interview gehouden met Petra. En dat kunt u dus online vinden in ons archief. We zullen het even linken. Daar kunt u meer lezen over de historie en waarom dit ooit een galerie was en nu de foundation is geworden. Ik wens u veel leesplezier, kijkplezier als u hier naartoe komt. En namens het hele ZOU-team en de Pennings Foundation een heel goed weekend.